Sportief groet uit het Los Sportcafé, waar we vandaag natuurlijk gaan terugkijken op het afgelopen weekeinde. En alvast een beetje vooruit gaan kijken naar de komende zaterdag. Met twee mensen aan tafel, Perry Voorbach en Stefan Koelewijn. Perry, Stefan, welkom. IJsselmeer volgens straks, Spakenburg, een beetje Eemdijk. Na afgelopen zaterdag, Perry, had dat moeten gebeuren. Afstand nemen van Lisse. Ja, het is niet gebeurd helaas. Ja, hadden er wel een beetje op gerekend natuurlijk. Ook met name met de afgelopen weken in het... In het achterhoofd. Maar goed, het is uithouden en weer opnieuw beginnen. Ja. Even naar jouzelf. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben Perry Voorbach dus, 27 jaar. Actief in de woningmakelaardij bij Succesmakelaars. Zit in de regio Amersfoort met name. En met name in de aan- en verkoop van woningen. Ja. En daarbij ook nog actief bij IJsselmeervogels in mijn spaarzame vrije tijd. Wat doe jij bij IJsselmeervogels? Ik zit in de technische commissie. De technische commissie stelt het eerste elftal samen. En ik ben zelf verantwoordelijk voor de contractonderhandelingen en besprekingen. Dus op het moment dat er een speler goed genoeg wordt bevonden door het technisch kader, dan gaan we aan tafel. Dus André van Dieren, mijn voorzitter en ik. En dan proberen we daaruit te komen. Dus als Barry Powell tekent, ben je de eerste die het ziet? Ja, als het goed is wel. als bij ons is wel. Ja, daar gaan we straks over hebben. Stefan, ja, het had afgelopen zaterdag moeten gebeuren. Jij deed verslag van IJsselmeervogels. Daar gaan we straks over hebben. Maar ben je dan ook nog naar Spakenburg gegaan, meen ik? Ja, ik ben gelijk in de auto gestapt en doorgereden. Dat kon precies. Ik miste de eerste 2 minuten, maar er gebeurde niet zoveel in de eerste 2. Dus ik heb wel de laatste minuten nadrukkelijk meegemaakt. Ja. En stond je spannende. Tegenover de ruziemakende mannen? Of, ik stond er tegenover, ja. Op de veilige kant? Veilige afstand, ja. Ik heb wel wat gezien. Daar gaan we het ook over hebben. Ja. Maar over jouzelf, Stefan. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben inkoper in de woningdecoratiebranche. Dus ik haal veel spullen uit China en India. En bij het bedrijf waar ik werk, in Nieuwegein, doe ik vooral de grotere klanten. Dus Action en Kruidvat. Dus als Perry veel huizen verkoopt, dan moet ik meer gaan inkopen. Als ja. Want de vorige keer dat jij zag, kan ik me herinneren dat je iets met volumemeting deed in containers. Hoe die switch? Daar liep het niet zo lekker bij dat bedrijf. En uiteindelijk ben ik via bij Kersten terechtgekomen. Ja, en dat bevalt goed? Ja, dat bevalt zeker goed, ja. Nou, mooi. Voetbal. Afgelopen zaterdag speelde Spakenburg. We houden de volger aan tweede divisie, derde divisie, hoofdklasse. We hebben van alle drie de clubs beelden. Ja, Spakenburg moest een wedstrijd spelen tegen TEC. Even een paar maanden terug. Dat was een wedstrijd, Stefan, waar Spakenburg begin van het seizoen voor het eerst lekker speelde. 5-0 winst. Ja. Had je de hoop en het vertrouwen dat het nu ook wel weer na de winterstop met Joop Gal beter zou gaan? Het is me een beetje tegengevallen de speelwijze van Joop Gal. Ik heb ook verslag gedaan tegen AZ. Dat was zeker een interessante wedstrijd. De eerste half uur werd Spakenburg echt overlopen. En uiteindelijk hebben we heel gelukkig overwinning behaald. En dan hoor ik na afloop van een wedstrijd dat de tactiek was van Joop Gal. Maar ja, ik zit er naar te kijken en ik denk, dat was geen tactiek. Het liep gewoon voor geen meter. En ze hebben gewoon alle geluk van de wereld gehad dat ze hebben gewonnen. Ja. Maar goed, dan krijg je andere tegenstanders van een heel ander kaliber. En ook tegen UNA zakken ze gewoon in. En spelen ze eigenlijk niet om te winnen. En tegen TEC is het min of meer hetzelfde. Ja, ja. Nou, we gaan in de wedstrijd kijken. We hebben de beelden klaarstaan. Als je de punten behaald na de winterstop bekijkt, dan staat TEC op de tweede plaats. Het heeft zich in de winterstop danig versterkt. Alleen Jong AZ haalde in 2017 meer punten. We zien de 1-0. Het is een kopbal achter doelman Krul. En de man die hem kopt is Michiel Zeller. En het is dan de 43e minuut. Vervelend voor Spakenburg om met deze domper de rust in te gaan. Maar we zitten 3 minuten na rust als Spakenburg gelijk gaat maken. De avondsopbouw zien we hier. Een diepe bal, want Robbie Holder is weggegaan. Dreigt de bal te verliezen, maar nog net met een sliding schiet hij de bal achter de keeper. Sebastian van der Sman is verslagen. En Robbie Holder is de doelpuntenmaker. De voorhoede gevormd door de genoemde Holder en Olivier Pilon. Ties. En een kopbal van Pilon tegen de paal. Binnenkant paal. Tek had zeker in de eerste helft het beste van het spel. Mooie schotpoging.
van Pilon. Gal, druk, coachend. Dat heeft mijn team nodig, zo zegt hij. Michael Lanting verspeelt hier de bal. Probeert zijn eigen fout goed te maken. Maar ook dit duel gaat verloren aan een oranje hemd. En dat betekent dat Tech weer op voorsprong komt. In het midden vrij Koertli de Wind. En met nog 20 minuten op de klok is het weer 2-1 voor de ploeg uit Tiel. Dua probeert te redden, maar uiteindelijk is het Krul die de bal echt tegenhoudt. En dan begint de tijd voor Spakenburg te dringen. Keeper uit de goal. Van de drie houdt Pilon het beste overzicht. Maar uiteindelijk klaart de verdediging de klus. Veerman ook in het veld gekomen en dan is er wat gedoe tussen de supporters. Wordt geduwd, er wordt geslagen en de politieversterking moet eraan te pas komen. Scheidsrechter Cairo legt het spel een minuutje stil, maar laat dan toch weer doorspelen. En dan, wat gebeurt hier met Nick Tol? Alles wat blauw is, krijst om een penalty. En Cairo zegt, daar gebeurde niet zoveel. Gal denkt er anders over. Die bal moet op de stip, zo vindt hij. Nogmaals gezegd, de tijd dringt. In de blessuretijd, Thijs Hendricks. Mooie volley. Overgekomen van Achilles. En Hendricks denkt, ja, waarom ook niet. En die bal zit er fantastisch in. Dan zitten we in de 95ste minuut. Sanders met een opmars. Tech loopt terug. Daar had de bal tegen een hand. En in de goal. Is dat de winnende goal? Nee, want scheidsrechter Cairo heeft even daarvoor gefloten. Had hij het voordeel afgewacht dan? Enfin, het is niet zo. De bal gaat op de stip. Pilon achter de bal. Schiet hem slecht in, maar krijgt een kans. Heeft meer tijd dan hij bedenkt. En knalt de bal over de goal. 95ste minuut. En daar, waar het vorige week voor Spakenburg misging in die minuut, gaat het eigenlijk nu weer mis. Een puntje resteert voor de ploeg van Joop Gal. Het hadden er 3 kunnen zijn. Wat een slotfase. Stefan, jij stond tussen de mensen. Wat was je gevoel met de 90 minuten? Nou, ik dacht, dit komt niet meer goed. Ja. Maar dan schiet Hendricks op een fantastische manier die 2-2 binnen. En ik wilde eigenlijk vlak daarvoor gaan. Mm-hmm. Maar dan zie je maar dat het toch loont om maar tot het einde te blijven. En dan krijg je nog een penalty en dan denk je eigenlijk dat hij er gewoon in gaat. Maar hij mist, en mist hij de rebound ook nog. Wat eigenlijk nog erger is, want hij had behoorlijk wat tijd nog. Maar ja, dan ga je toch met een enorme teleurstelling naar huis, ondanks dat Hendrik zo'n mooi doelpunt maakt. Ja, want voor de tijd zou je misschien hebben getekend voor een puntje? Nou, zeg maar, ja, tot de 80ste minuut zou je denken, nou, als we hier nog een punt uit kunnen slepen, is het mooi. Maar ja, het viel toch tegen. Ja. Hoe kijk jij naar deze beelden, Perry, als je dit zo ziet? Ja, vol belangstelling natuurlijk. Speelt ook voor ons wel. Het blijft interessant natuurlijk wat Spakenburg doet, met name met oog op volgend seizoen, als we promoveren en een eventuele derby of niet. En ook de gevolgen die er financieel aan vasthangen. Dat is wel zeer belangrijk voor ons, zeker vanuit technische commissie gezien. Ja. Die rellen. Als je kijkt naar de social media, als je kijkt naar hoe zeg maar, de serieuze pers erover schrijft, dan is het weer Spakenburg. Spakenburg lijkt een probleem te hebben met, moet de KNVB niet ingrijpen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat bij elke club wel een aantal mensen zijn die het verstieren of kunnen verstieren. Bij Spakenburg gaat het nu het afgelopen jaar al een aantal keer mis. En volgens mij kan het bestuur gewoon heel simpel ingrijpen, want we weten allemaal wie het zijn. Het is een groepje van 10, 15 man. De stewards weten wie het zijn, de rest van de supporters weten wie het zijn. En volgens mij kun je gewoon zeggen, nou, je komt gewoon een jaartje er niet op. En ik denk dat je dan al een hoop problemen hebt verholpen. Ja, ja. Want er wordt dan gezegd, zij begonnen, hè, Tech begon te provoceren. Maar het feit is wel dat elke keer weer er een impuls is en er wordt iets teruggedaan. Dus actie, reactie. Je kunt ook niet reageren. Ja, precies. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Het is helemaal nergens voor nodig. En als je je laat provoceren door zo iemand die in een oranje trui staat te schreeuwen tegen je. En ja, misschien heeft hij wel bier gegooid. Ja, er zijn stewards bij van Tech. Er was externe beveiliging ingehuurd. De stewards van Spakenburg zijn. Er was politie. Ja.
Dat kun je toch heel gemakkelijk oplossen. Je hoeft er niet met z'n allen op een terras te gaan smijten met wat er dan ook al voorhanden is. Dat is helemaal niet nodig. Helaas hebben we het over de rand gebeurd, terug naar het voetbal. Perry, je kijkt er zo tegenaan. Een situatie van waar Spakenburg nu 4 punten onder een veilige plek staat. Gaat het goed komen voor Spakenburg? Gezien het programma wordt het denk ik wel zeker een PD-wedstrijd. Zeker met wedstrijden tegen Jong Sparta, Katwijk, Kozakken Boys. Het wordt heel lastig om daar nog voldoende punten uit te halen. En daarna die na-competitie moet je een beetje geluk mee hebben natuurlijk. Ja. Dus dat is afwachten, maar het wordt wel een lastige strijd voor ze. PD-plek waarschijnlijk? Ja, daar ga ik wel van uit. Maar dan zijn ze ook nog zeker niet veilig hoor. Met de Spakenburg in dit doen is gewoon echt, ook voor de derde divisie. We hadden het net voor de uitzending er even over. Je hebt Vogels, Lisse, Rijnsburg bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal ploegen die minstens gelijkwaardig zijn aan dit Spakenburg, denk ik. Ja. Dus dat wordt echt heel erg spannend. Ja. Goed, we gaan naar de derde divisie. Het bruggetje is al gemaakt. Even de situatie voorafgaande. Een Ghana-voorstelling de week hiervoor, waar met 6-0 van Scheveningen werd gewonnen. Iedereen ging goed gemutst op de tribune zitten, denk ik, Perry. Ja, ik had we hadden er zin in. Ja. En nu gaat het echt gebeuren. Kans om 6 punten uit te lopen en dan kun je bijna uitzoeken de datum. Maar goed, zo zie je maar weer. Niet zo veranderlijk als voetbal. Ja. Even over de aanloop daarnaartoe. Jij bent bezig met contractbesprekingen. Waren er nog ontwikkelingen met betrekking tot Barry Powell? Want er zou weer een volgende gesprek zijn geweest. Wat kun je ons daarvan vertellen? Ja, we hebben voor de wedstrijd tegen Lisse hebben we met hem gezeten. Of eigenlijk in de week voor de wedstrijd tegen Lisse. Dus afgelopen dinsdag is dat geweest. Op zich positief gesprek geweest, maar wel nog een aantal open einden. Dus even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Intentie is wel om eruit te komen, maar het is nog niet zover op dit moment. Ja, ik sta er natuurlijk vanaf. En ik denk van, Paul gaat dat wel handig uitspelen. Zo. Die zoekt de media op. Hoe kijk jij er tegenaan, als man van de media? Doet Paul dat slim? Of is het oneerlijk? Ik denk dat veel supporters van clubs zoals hier in het dorp, dan denken, er is nog wel iets van clubgevoel. Maar bij zo iemand is dat er denk ik eigenlijk niet. En dan speelt hij het denk ik slim uit. Het is gewoon je onderhandelingspositie verbeteren. En als je dat doet door middel van en je doelpunten en dit soort acties in de media. Ja, in principe is het slim, maar of het echt netjes is, dat vraag ik me af. Ja, het ethisch vermogen in de voetbalwereld is natuurlijk ook een verhaal apart, denk ik. Goed gevoel naar de wedstrijd. Had je het idee vanaf het begin dat het een andere wedstrijd was, Perry, dan je had gehoopt? Nou, niet helemaal, want op zich, je weet wel, ook vanuit de uitwedstrijd gezien dat Lisse graaft zich in. Missen ook een aantal belangrijke jongens en IJsselmeervals moet spel maken. Wat je dan niet moet hebben is dat je 1-0 achterkomt. Dus in het begin vrij moeizaam inderdaad, maar toch, gezien de kans had je toch wel meer in gezeten. Ja, ja. Nou, kansen, we gaan niet alleen over praten, maar ook bekijken de komende 5,5 minuten. De samenvatting IJsselmeervals tegen FC Lisse. De kraker in de derde divisie, IJsselmeervogels tegen FC Lisse. De nummer 1 tegen de nummer 2 op Sportpark de Westmaat. Tja, IJsselmeervogels 3 punten voor op Lisse. En die voorsprong vergroten of minimaal vasthouden. Dat was het doel van de mannen van Sander van der Heijden. Begin van de wedstrijd. Waar Lisse in de aanval gaat. Martin van Eenwijk frommelt zich tussen 2 man door. Schiet op het doel. Een goede redding van Jamie Schaap. Tikt de bal naar buiten. Hoekschop voor Lisse. Weggewerkt door IJsselmeervogels, maar weer opgevangen door iemand in een geel shirtje. Die bijvoorbeeld bij Lisse wil de combinatie aangaan. Druk in het 16 meter gebied. Een schot wat wordt geblokkeerd en uiteindelijk wordt weggewerkt. Veel mensen in het strafschopgebied. Barry Powell, mist de bal half. IJsselmeervogels drukt aan. Op zoek naar de goal van Brian van der Werf. Zo ook hier Dennis Hollard met een bal die afdraait, door wordt gekopt door Powell. En daar wordt Osturk afgefloten, buiten spel denk ik. Ja, ruim een half uur gespeeld. Neem hij net op tijd om de bal daar weg te halen, zodat IJsselmeervogels de aanval kan voortzetten. Camilia met de voorzet. En het hoofd van Powell langs de verkeerde kant van de paal. Ja, de man die zoveel scoorde in de afgelopen wedstrijden, had het vizier in de eerste helft nog niet op scherp. En daarom nog steeds de 0-0 op het bord. Een verkeerde bal.
die uiteindelijk bij Barry Powell terechtkomt. Weer een grote kans. Daar ligt de keeper van de Werf goed in de lijn van het schot. En dus weer geen score voor IJsselmeervogels. Hier dan een met de wind mee op de Westmaat. Ineens staat hij oog in oog met Jamie Schaap. Rody van de Putten. Ja, zo'n kans die je in één keer krijgt. Die maak je af. Zo hoort het. 0 tegen 1 is de stand. De bal wordt helemaal meegedragen door de wind. Van Leijenhorst onder de bal door. En ineens staat daar Rody van de Putten door de benen heen. Vanaf de rechterkant. Een poortje, dat is nooit lekker. Kansrijke positie. Been van Jamie Schaap en weggewerkt door de verdedigers van IJsselmeervogels. En zo blijft het 0-1. De tweede helft. Vrije trap vanaf de rechterkant genomen. Ingedraaid. De counter van FC Lisse. Een goede paas. Nemi half. Benen van Jamie Schaap. Hij redt de bal. Wegwerken door Camilia. Lukt niet. En dan het schot in het dak van de goal. Martin van Ewijk. Ja, daar gingen wel wat misverstandjes, fouten aan vooraf. En ineens zat Van Ewijk oog in oog met Jamie Schaap. En hij ramt hem erin. Camilia over de bal heen. Hagari houdt hier nog in. Had misschien moeten glijden. Maar hoe dan ook, de bal zit erin. En het is 0 tegen 2. Een domper. Vanaf links, richting de goal draaiend. Kopbal. Van de lijn gehaald of net voor de lijn gehaald. De kopbal van Dennis Hollard. Het zat IJsselmeervogels niet mee in deze fase van de strijd. Hoekschop dat wel half weggewerkt door de keeper. En zo zwijnt Lisse een beetje bij die 0-2 voorsprong. En is IJsselmeervogels hard aan het werk om daar iets aan te doen. Weer een aanval, weer druk in het strafschopgebied. Een schot dan van Osturk. Nee, Powell over de goal heen. Nieuwe aanval van IJsselmeervogels. Burgerhout, goede paas op Sherwin Grot. Hij ziet Powell vrijstaan. Powell, dat is die. Nee, op de paal. Dan nog. Nee, weer niet. Ja, hij snapt er ook helemaal niks van. 15 goals gescoord. En in deze wedstrijd, in dit beladen duel, wil het maar niet lukken. Barry Powell. Hoekschop, nieuwe hoekschop. Alles wat Lisse heeft verdedigd daar. Die 0-2 voorsprong. En ook deze bal gaat er niet in. Lisse kwam eigenlijk nauwelijks in het spel voor. Hier dan wel. Een counter die onschadelijk wordt gemaakt. Schaap moet zijn goal uit via een van de aanvallers van Lisse. Bijna nog in het doel. Opnieuw, hoge bal maar weer. Richting Grot. Powell met links, half. IJsselmeervogels blijft aandringen. Maar het is al blessuretijd. 5 minuten kwam erbij in de tweede helft. En daar heerst Brian van der Werf in zijn doelgebied. En ondanks alle pogingen die IJsselmeervogels had, bleef het 0 tegen 2. En is de spanning compleet terug in de competitie. Na dit verlies op eigen veld van IJsselmeervogels tegen FC Lisse. Wat voor wedstrijd heb jij gezien, Stefan? Ja, het was een hele open wedstrijd. Je had twee ploegen die vanaf het begin echt allebei voor de winst speelden. Het viel mij vooral op dat Lisse echt met een hele hoge verdedigende lijn speelde en bleef spelen. En tot het einde bleef het spannend. Want ondanks dat de marge 2 was, bleef IJsselmeervogels doorspelen voor de winst. Ja. Wat heb jij gezien, Perry? Ja, ik moet zeggen, qua spel vond ik het iets minder fris en dan afgelopen weken. Maar dat komt ook omdat Lisse gewoon moeilijk te bespelen is. Maar wel, als ik uiteindelijk kijk naar de wedstrijd die IJsselmeervogels op de mat heeft gelegd, met de beide kansenverhouding, denk ik wel, jij hebt wel een redelijk tot goede wedstrijd gespeeld. Ja, ik lees ook in de verslagen terug dat Lisse een beetje zuigerig speelde, op irritaties van de vogels uit was. Is vogels dan een beetje in een val van Lisse getrapt? Ja, misschien wel. Ik denk aan de ene kant wel, maar het komt ook omdat je verliest. Maar kijk, als Barry gewoon die eerste kans al maakt, dan heb je het er nooit over. Ja. En tegen Scheveningen lukt dat dan wel, nu lukt dat niet. Ja. Barry Powell, een mindere dag voor zijn doen? Op zich speelde hij niet slecht, maar het zat gewoon net niet mee. In de eerste helft had hij die bal van die voorzet van Camelia, die net naast gaat. En zo'n bal die aan de binnenkant paal over de doellijn rolt, ja, voor hetzelfde geld valt hij wel binnen. En dan heb je zo'n andere wedstrijd, want die kansen die bleven komen.
Er werd nog een keer een bal van de lijn gehaald. Die kansen bleven. Ja. Normaal heb je dan ook interviews met je verslag. Nu moest je meteen door naar Tech. Of heb je nog mensen, spelers gesproken na afloop? Nee, ik heb geen spelers gesproken na afloop. Ik ben gelijk echt in de auto gestapt. Richting Tiel. En gelijk richting Tiel, ja. Ja. Nou, je hebt natuurlijk genoeg mensen gesproken nog na afloop. Wat was het gevoel wat overheerste? Ja, toch wel heel teleurgesteld natuurlijk. Maar ook wel, goed, we hebben een beter doelsaldo. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan en absoluut geen man overboord. Ja. Kijk, als we gewoon het niveau halen van de afgelopen weken met de jongens voorin, gezien de vorm, gezien de fitheid, hebben we wel alle vertrouwen in dat het gaat lukken om te promoveren. Ja. Is in deze derde divisie, Stefan, hij is meer wel eens de beste ploeg? Of is dat dan toch Lisse? Je hebt niet alles gezien, maar wel veel. Ja, ik denk dat zowel Vogels als Lisse hebben hetzelfde probleem, denk ik. In de breedte is het, ja, ze hebben niet echt allebei een hele brede selectie kwalitatief gezien. Maar de kern die uiteindelijk op het veld staat, ontlopen ze elkaar niet veel. Ik vind dat bij IJsselmeer Vogels wat minder dan bij Lisse. Daar draait het echt om één man. Ja, bij Vogels natuurlijk ook het afgelopen half jaar met Paul. Maar even afgezien daarvan is, als je kijkt naar die 10 andere spelers, is IJsselmeer Vogels wel een streepje voor bij mij. Ja, omdat Lisse te veel leunt op de kwaliteiten van Martin van Ewijk, bedoel je? Ja, ja. Ik denk als hij wegvalt dat het echt een heel stuk minder wordt. Ja. En bij Vogels, ja, Grot had een wat mindere periode vlak voor de winterstop. Maar als Powell wegvalt, ja, dan vallen wel wat goals weg. Maar kwalitatief qua voetbal, dan heb je nog een Akla erachter, een Osturk, een Buitenhuis. En dat is bij Lisse toch net allemaal iets minder. Ja. Wat verwacht je van de komende wedstrijden? Nog 3 te gaan. Groningen uit, Volendam thuis, Quick Boys uit. Natuurlijk heeft Lisse ook nog een programma met in ieder geval DVS thuis. En DVS strijdt nog om de derde periodetitel. Dus die gaan het niet cadeau geven. Als je die programma's naast elkaar legt, Perry, wat denk je? Ja, we hebben zeker een lastig programma. Ik denk inderdaad ook een iets lastiger programma dan Lisse. Maar goed, einde seizoen moet je gewoon die wedstrijden winnen. Met de kwaliteiten die we hebben, is het ook zeker mogelijk. Ja, en dan kun je gewoon op doelsaldo het verschil zo houden. Ja, als Lisse ook 3 keer wint. Maar ja. Goed, we moeten eerst naar onszelf kijken. Dat is het belangrijkste. Ja. Want ja, dat lees je ook een paar keer terug. Van dit Lisse wint dan wel omdat ze wel een andere tactiek hadden. Maar ze moeten eigenlijk de komende wedstrijden het spel wel iedere keer maken om als kampioen te kunnen overleven. Ja, IJsselmeervogels kwam er wel behoorlijk wat keren doorheen. En nou ja, als ze er dan 1 maken, dan krijg je inderdaad een andere wedstrijd. Het is niet zo dat ze het allemaal waterdicht hebben gehouden achterin. Ja. Dat geeft wel een wat vertekend beeld. Ja. Wie denk je dat eind van de rit bovenaan staat? Ik denk wel Vogels. Ja, 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 ja. Nou, jij hoopt en... Hoe zit het met de technische ploeg voor volgend jaar? Zijn jullie rond? Is de selectie klaar of moeten er nog wat plaatsen bij komen? Er moet nog wel wat gebeuren, of niet zo heel veel. Maar in principe de kern van dit jaar hebben we eigenlijk al in vroegtijdig stadium vastgelegd. Meestal ook voor 2 jaar. Mm-hmm. Best wel een jonge groep. Allemaal jongens tussen 2 en 26. Veel nieuwe jongens, maar er zit wel heel veel groei en potentie in. Ja. Dus nadat we dat gedaan hebben. We hebben goede linksback erbij gehad met Jannie Corti en een jongen van de linkerkant, Robert Olijveld. Er komt nog zeker 1 middenvelder bij. En het is even afwachten met de ontwikkelingen rond Paul en Sofia Moro. Ja, wat daar mee gaat gebeuren. Ja. Zit bij die besprekingen ook met jullie vergaderingen Sander van der Heijden? Of is Sander echt in het voorstadium al bij de gesprekken betrokken? Het ligt er even aan. Kijk, op het moment dat de speler goed genoeg is, ook onder andere door de trainer bevonden, dan schuift hij meestal of iets ervoor of iets erna schuift hij aan hem ook een persoonlijk gesprek van een uurtje of iets met een of telefonisch met de speler te hebben. Ja. Over echt tactisch en over de speelwijze, over de invulling. Ja. Ja. Kun je merken dat Sander van der Heijden, want hij is bij het Utrechtse betrokken, hij is bij de Graafschap actief. Friesland heeft die roots, dat hij ook nog wel een soort netwerk heeft voor jullie van kunnen profiteren? Ja, absoluut. Kijk, en dat is wel een van de grote voordelen van oud betaald voetbaltrainers ook, dat ze daar, goed, hij kijkt natuurlijk, hij zit nu ook bij de Graafschap, dus Jupiler League, en dan zijn regio heeft hij wel netwerk inderdaad qua spelers. Ja. Goed, minder netwerk nodig is er bij Eemdijk, hoewel Hans Graaf daar enorm aan het regionaal netwerken is jaarlijks. We gaan eens kijken naar afgelopen zaterdag. De ploeg had een reeks van 3 thuiswedstrijden. We speelden tegen Putten met 4-2 winst. Het speelde een slechte wedstrijd vorige week tegen ACV. En afgelopen zaterdag kwam Excelsior 31 langs. We gaan kijken naar de 8 goals die daar vielen. De eerste helft maakten de gasten het spel, maar waren de scores voor Eemdijk. We zitten in de 22e minuut
En het is hier Selimi die een scherpe aanval van Endijk afrondt. Drie minuten later mag Endijk een hoekschop nemen. Veel chaos, maar het overzicht wordt behouden door Rogier Gulkes. Hij scoort en wil het weten ook. En dat is de ruststand. Met 2-0 gaat Eemdijk de kleedkamer in. En de kleedkamer uit is het in de eerste minuut gelijk al. Belarbi, die daar een foute kopbal afstraft. En zo is het een riante voorsprong voor Eemdijk. Maar de tweede helft is nog lang. En Excelsior 31 heeft Hielke Penterman. En weer staat hij aan het einde van deze aanval. Hielke Penterman speelde ook tegen Spakenburg en IJsselmeervogels. En de stand wordt 3-2. Dan is het spannend, 3-2. Maar een hele mooie uitgespeelde aanval. Opgezet door Adjent Selimi speelt hij Jasper Bolland aan. En in plaats van zelf te schieten ziet Bolland de vrijstaande Belarbi. 4-2 en is dan de wedstrijd gespeeld. Minuut 83. Gaat de bal op de stip. En in de herhaling is te zien dat Van Gulik onderuit wordt geschoffeld. Zegerbeukers met een hele mooie penalty. En zo is het 5-2 wedstrijd in het slot. De drie punten blijven daarmee op de vinken. Er valt nog een achtste treffer. U mag één keer raden van wie die afkomstig is. Daar is die, Hielke Penterman. Hij scoort een hattrick op de vinken. Maar de drie punten blijven bij Eemdijk. Eemdijk heeft nog een kleine kans in de derde periode. Ze staan op de vijfde plek achter Staphorst. Maar ACV en Dover hebben al een titel. Flevoboys er nog boven. Het zou nog kunnen dat Eemdijk iets doet in die derde periode. Heeft Eemdijk een serieuze kans om dan in de derde divisie iets te zoeken, Stefan? Nou ja, als je ziet wat de afgelopen 10 jaar bij Eemdijk is gebeurd. Je denkt, elk jaar denk je, het kan niet beter. Maar elk jaar overtreffen ze zichzelf weer. Ja. En met een relatief klein budget. Het is echt geweldig. Relatief gezien is het de beste club van het dorp. Ja. Nou, kijk, Odin en FC Rijnvogels bij IJsselmeervogels in de competitie. Het zou kunnen, maar ja, zie je dat zitten, Perry? Eemdijk in de derde divisie. Ja, goed, kijk, ik hoop dat wij er volgens mij niet meer zitten, maar ik zou het wel heel leuk vinden voor ze. Ook inderdaad, omdat als je ziet wat Stefan zegt, waar ze afgelopen 10, 15 jaar vandaan komen, hoe ze dat opgebouwd hebben. Dat is ja, een prestatie om je een beetje vooraf te nemen. Onder de beelden gaf je nog aan voor wat Belarbi, een leuke ontwikkeling dat hij doormaakt. Kijk je dan ook nog met een speciaal gevoel, omdat dat een rode speler is van oudsher? Ja, jawel. Kijk, en goed, voetbal kennen we zelf natuurlijk. Heeft toen onder Gert Kruijs de kans gegeven. Wel heel talentvol, maar heeft het toen net niet gered. En is ook lastig natuurlijk om vanuit de jeugd door te komen. Ja. Maar ja, je gunt zo'n jongen wel het allerbeste. En hij doet wel ontzettend goed bij Eemdijk. Ja, ja. Oké, dan toch even kijken. We pakken de Toto er zo bij. Dan gaan we eens even kijken wie daar een kampioen zou kunnen worden in die hoofdklasse. Laten we de Toto maar eens even bijpakken van vorige week. Daar zien we dat Jan Schuit, de collega van Stefan Los Radio, er net eentje meer had, 7, dan Bart Bos. Dat betekent dat we een stand hebben waarbij we voor het gemak iedereen die 6 goed hadden, maar hebben getransporteerd naar de rechterkant, het rechterrijtje, om het linkerrijtje een beetje meer body te geven. Nou, de zussen badminton, Sabine en Kirsten de Wit staan nog steeds bovenaan. Maar dat kan volgende week helemaal anders zijn met de kruisjes van Perry en Stefan. We gaan eens even kijken, jongens, wat jullie hebben. Spakenburg, Kozakken Boys, Stefan en 1. Ik geloof er nog in. Ja, dit moet een keer gaan gebeuren. En ik hoop echt dat komend weekend om een keer is. Perry, een gelijkspel, denk je? Ja, ik moet zeggen, Spakenburg pakt de laatste weken met Joop Gauw redelijk wat punten tegen goede tegenstanders. Tech, GVVV. Kozakken Boys, een hele goede ploeg, maar wel uitgespeeld. Dus ik denk daarom... Ja. Een puntendeling. Ignacio weer op de Westmaat. Die zal zijn best wel gaan doen, denk ik, Stefan. Ja, revanche. Ja. Kijk ook naar andere clubs. Una, Jong, Sparta. Dat is een, ja, Una. Is Una al te ver weg? 4 punten. Oh ja, dat denk ik wel. Voor Spakenburg is gewoon strijden om PD-plek. En het is gewoon, ja,
Je moet eigenlijk naar beneden kijken als blauwe supporter. Dat Hardenberg geen rare dingen gaat doen. Ja, het is zo'n precaire situatie. Maar het afgelopen weekend was die positie eigenlijk... die is vergeven, denk ik. Dat gat is te groot. Ja, ja. Goed. Naar Groningen. Ga je mee naar zulke uitwedstrijden? Ja, absoluut. Ja, ja ik denk 9 van de 10 uitwedstrijden. Of er moet echt wat tussen komen. Maar ja. Ik ga wel altijd kijken. Maar goed, de afstand maakt in dit geval niet uit. Nee. Het kan een hele leuke busreis terug worden. Ja. je denkt de volgers winnen daar. Ik denk wel winst inderdaad. Ik denk, het is ook wel nodig. Druk staat erop. En in principe, Jong Groningen speelt nergens meer voor. Dus dat moet goed komen. Pakken we geven jouw voorspelling bij Lisse. Die gaan gelijk spelen. Ja, ik denk meestal als een team tegen IJsselmeer wel eens heeft gespeeld. Voor 3000 man, onverwachte winst, ontlading. Ik denk, nu toch een hele andere wedstrijd. Tegen Sneek, ook verdedigend ingestelde ploeg. Zoals Stefan al zei, ze moeten zelf het spel maken. Ja. Dus ik denk dat ze punten gaan verliezen. Oké, dan jouw optie staat IJsselmeer wel eens zaterdag steviger bovenaan. Ja. Jij denkt het anders, Stefan. Je ziet IJsselmeer wel eens gelijk spelen. Ja, ja, ik denk Jong Groningen. Ik heb zowel Sneek als Groningen gezien dit jaar. Groningen vind ik wel een aardig goede ploeg. En ik heb Sneek gezien tegen Vogels. En dat vond ik zo'n matig elftal. En Lisse natuurlijk ook, heb ik gezien. Ik denk wel dat Lisse thuis dat wel gaat winnen. Dan en jouw optie staat Lisse bovenaan? Na komend weekend wel, maar daarna denk ik dat het toch in het voordeel van Vogels uitvalt. Ja. Nou, dan de clash in hoofdklasse B, de ene laatste wedstrijd van het lijstje ACV tegen Dovo. En allebei denken jullie Dovo de betere ploeg. Is dat de gunfactor aan Gert Kruijs misschien? Ja, gunfactor Gert Kruijs. En het is ook een vakman, hebben we ook bij IJsselmeer wel eens gezien. En ik denk dat hij ook mede met zijn ervaring en gezien de kwaliteit van de selectie, dat ze toch net een stukje beter zijn dan ACV. Ja. Nou, niet de gunfactor van Gert Kruijs per se, maar meer voor de club. Ik vind Dovo altijd een hele sympathieke club. En ik hoop dat die zo snel mogelijk weer omhoog komen. Oké, goed. En volgende week kijken we of de kruisjes goed zijn neergezet. We hebben nog één rubriek te gaan en dat is die van FC Bunschoten. Het Dreamteam uitkomend normaal in het blauw, in het groen, in het rood. Maar hier staan ze bij elkaar. Wat ga je wisselen, Stefan? Wat ga je doen? Nou, bij mij gaat Van Leijhorst eruit. Die had een misschien wel competitiebepalende blunder dit weekend. En voor hem in de plek komt Sanders. Die eigenlijk altijd wel degelijk speelt. Ook afgelopen weekend weer. Oké, gaat een rode uit, komt een blauwe in. Wat ga jij doen, Perry? Ik wissel Philip Ties voor Ali Akla. Ties, waarom Ties en Akla erin? Ik moet zeggen, ik ga natuurlijk geen speler van IJsselmeerwals uithalen. En ook geen jongens met IJsselmeerwals verleden, dus er blijft er weinig over. Ja, ja, ja. Nee, ik moet zeggen, ik heb ze dit seizoen niet heel vaak gezien in Spakenburg. Ik weet dat Krul een heel goed seizoen keep. En als ik dan toch moet kiezen voor een middenvelder die ik erin zet, dan is het toch Ali Akla op basis van afgelopen seizoen. We gaan het doorvoeren. De heren trainers hebben gesproken. Goed, nog even een klein rondje. Feyenoord definitief nu. Gat geslagen met Ajax. Ja, dat mag ik wel hopen nu. Als je tegen je eigen dependance speelt over 2 weken, dan dat is gewoon klaar. Ja. Ja. Ik denk het ook inderdaad. Zijn jullie Feyenoord of Ajax-fan? Ik wel. Ik ben wel van Feyenoord. Van Feyenoord, ja. Dus je mag naar jou weer uit de kast. Het is zware tijden beleefd natuurlijk. Ja. Maar nu, ik zit op een kantoor met vrijwel alleen maar Ajaxiden. Mm. Dus dat zijn wel leuke tijden. Ja. 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 Ajax? Ja, kijk, van IJsselmeerwals kan ik wakker liggen. Ajax en Feyenoord, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik gun het ze allebei. Ik koop Ajax UEFA Cup en Feyenoord kampioen. Dan is iedereen blij. Ja. Zo is het afgelopen zaterdag. Word je daar dan zondag ook maar wakker van? Nou, deze heeft qua humeur wel even ingehakt, met name na de wedstrijd. En de dag daarna ook wel. Dat is een ding maar zeker. Nee, logisch, logisch. Ja. Je hebt een blauwe achtergrond, een blauw hart. Hoe pijn gaat het doen als je degradeert? Ja, dat wordt natuurlijk. Dat hangt er ook vanaf of de rooien omhoog gaan. Dat hangt er heel erg van af of die omhoog gaan. Ja. En, maar sowieso, ik denk dat die competitie, omdat de jongteams daar nog bij komen. Een drama. Nachtmerrie. Ja, ja. Nou, laten we besluiten met een voorspelling naar IJsselmeerwolves en Spakenburg. Waar gaan ze eindigen? Ik denk dat IJsselmeerwolves uiteindelijk de titel pakt. Ja.
en Spakenburg op PD er net in blijft. Oké, okay, volgens jou weer een derby? Volgens jou weer een derby, okay, ja. Goed. Ik denk het ook inderdaad. Ik denk hij is meer als kampioen. Ik denk dat Spakenburg het op de valreep redt, net als een aantal jaren terug. Met als gevolg weer de onderlinge strijd tussen rood en blauw. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, we gaan het volgende komende 3 weken bij Los Radio. Moet je nog de komende weken... Moet ik nog even in mijn agenda kijken. En er komen misschien 2 wedstrijden bij. Dus, ja. Ja. Wie weet wordt het nog een lang seizoen. In ieder geval zullen wij erbij zijn met lokale omroep Spakenburg. Zowel radio als tv. Perry, bedankt voor je komst naar de studio. Succes met de contracten. En we lezen wel op de website en de kranten hoe het allemaal afloopt. Ja, zeker. Gaat goed komen. Okay. Ook bedankt en tot volgende keer. Stefan, bedankt. En graag gedaan. Succes nog met de China-producten. Ja, komt goed. Ja. Oké, okay, bedankt voor het kijken. Volgende week zijn wij er dus weer. Ook in de meivakantie blijven wij paraat. Sportieve groet uit het Sportcafé.